Landelijk hebben vandaag de VWO-scholen hun examenuitslag bekend gehad. Hun examenuitslag te kennen. Nou, dat bekendgemaakt. Op het Miranda Lyceum, oftewel Lyceum 1, was de spanning duidelijk voelbaar. Volgens Balram Soumier zijn 300 leerlingen hebben 300 leerlingen meegedaan aan het eindexamen. We zijn niet ontevreden met de uitslag, zegt de lyceumdirecteur. Nou, in eerste instantie hebben wij een slagingspercentage van 64,8%. 16,4% heeft herexamen en 18,8% is dan afgewezen. Ja. We hebben juist ongeveer 1,5% meer ten opzichte van het vorige schooljaar. Dat wel. Maar dit jaar hadden die studenten, op de een of andere manier, weet je, die groep verschilt bijna. En je kan niet van tevoren zeggen wat volgend jaar gaat zijn. Het is een grote groep, je ziet het zelf, het is een grote school. Alleen in de zesde klas had ik 300 examenkandidaten, of leerlingen in de zesde klas. En dat is een kunst om het natuurlijk goed te managen, te coachen en tot resultaten te komen. En we hadden tegen eind mei, toen de ALSO's voorbij waren, zag het heel goed uit. Dus we zouden iets beter kunnen scoren. Maar nogmaals, ontevreden zijn we niet. We hopen met het herexamen een stuk beter resultaat te hebben straks. De lyceumdirecteur is niet ontevreden over het resultaat, maar het kan altijd beter. Volgens Soumier zijn de slechte prestaties bij het vak Economie 2 wel van invloed geweest op het eindresultaat van een aantal studenten. Nou, we hebben niet echt per geval bestudeerd, maar ze hebben wel bij Economie 2, zoals dat een beetje al gesuggereerd werd, in de meeste gevallen een val gemaakt naar beneden natuurlijk. En voor een heleboel leerlingen heeft het zijn weerslag gehad voor de uitslag. Ik zie bijvoorbeeld een leerling, wat was niet zo geweldig. Ik heb een geval bijvoorbeeld, een leerling kreeg een 10 voor Spaans, een 8 voor Engels. Economie 2 was nog net een 4, maar scoort 2 zoveel. Met je 10 daar ben je nog niet geslaagd. Dat zo'n kind heeft een her. Dus als ze nog iets beter had gescoord, was ze in één keer geslaagd. En dat ging om economie. En ze eindigde op een 3. En een 3 mag je niet hebben. Ik ben wel niet ontevreden, laat me zo zeggen. Het kon inderdaad beter. We hadden meer verwacht hoor. Omdat we met het SO wel een stuk hoger stonden. Maar nogmaals, enkele vakken hebben dat gemaakt. In het bijzonder economie 2 dit jaar. Dat wij als, ook met ons prestatie een val hebben gemaakt, helaas. Dat was Balram Soumier, directeur van het Miranda Lyceum. Hij sprak vanmorgen na de uitslag van het examen. Lyceum 1 heeft een slagingspercentage van 64,8%. Soumier hoopt dat na de herexamens het percentage ook dit jaar boven de 80 zal zijn.